is gewoon kut. En ja, je weet dat je vooraf natuurlijk wel de underdog bent. Maar, en Ajax heeft verdiend geworden, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk dat een 4-1, ja, dat staat toch weer lelijk, zeg maar. En ik denk dat, ja, dat het toch niet echt nodig was geweest. We hadden best wel het op 2-1 kunnen houden. Nou, dat het misschien nog spannend kunnen worden in de laatste fase. Dus daar hadden we op gehoopt. Dus hier kunnen we niet echt mee leven. Ik had het idee dat jullie in ieder geval je voorgenomen hadden je niet op strijdlust laten aftroeven. Klopt dat? Nee, ja, tuurlijk. Je moet als eerste natuurlijk volle bak strijd leveren. En meer dan hun wil je überhaupt kans maken. Want je weet dat ze voetballen natuurlijk fantastisch zijn. En buiten dat hebben we geprobeerd waar het kan om ook zelf gewoon goed voetbal te spelen. Ik denk dat het op zich aardig gelukt is. Alleen af en toe zijn ze niet te houden. Nee, is dat zo? Want dat vraag ik me dus af. Is het gewoon echt onmogelijk om dit Ajax te stoppen als ze helemaal op stoom zijn? Nou ja, onmogelijk zal het niet zijn. Je zal een beetje geluk moeten hebben. Maar er zijn in een wedstrijd, net zoals dat wij altijd kansen krijgen, gaat die bal voor hun ook een paar keer goed vallen. Als ze met zoveel druk op onze goal spelen. Dus je kan er vergif op innemen dat die op een gegeven moment valt. En meestal als die valt, dan kan Ajax nog wat vrijer gaan spelen. Moet de tegenstander nog iets meer komen. Maar ik denk dat voor ons een scenario had moeten zijn dat wij voor hadden moeten komen. En ik denk dat als dat gebeurt, dat er wel kansen liggen. Ja, dat is niet zo. Je komt op 2-0 zelfs. Dan kop jij die 2-1 binnen of volgens mij kreeg Schönum op zijn naam. Kan je daarmee leven? Krijgt Schönum op zijn naam? Ja, ik zag het. Nou, dan moet ik even naar Fox Sport, want dan ga ik even hartig woordje mee spreken. Dat is echt onzin. Ja, want jij maakte hem. Ja, volgens mij 100%. Ik kop gewoon die bal erin. Ja, dan won je het koptuel van Matthijs Licht. Die ken je wel goed natuurlijk. Ik weet eigenlijk niet eens of het met hem was, maar ik ken hem wel goed. Ja, lang mee gevoetbald in de jeugd. Ja, hoe is het? Want je weet dat van tevoren natuurlijk dat je tegen hem komt te staan. Je kent hem uit de jeugd. Hoe bereid je daarop voor? Want het is wel een van de beste verdedigers in ieder geval van Nederland. Ja, misschien wel van de wereld inmiddels. Hè. Topspeler. Dus ja, dat is eigenlijk alleen maar leuk. En dat het dan ook nog een bekende is best wel speciaal. Ik heb altijd met die jongens gespeeld. En nu ik naar een andere club ben gegaan, kom je ze wel eens tegen. Wat ik ook met Sevak heb gehad bij Groningen. En nu voor het eerst hier bij Ajax weer met echte bekenden waar je jaren mee hebt gevoetbald. Dus ja, dat is eigenlijk alleen maar extra leuk. Yeah.